Deze beschouwing, die wordt weer lekker ouderwets, lekker rustig. Kan je goed doen voordat je gaat slapen? Ik heb er een lekker potje thee bij. Als ik jou was, zou ik dat ook doen. Het is wel zo dat je voor thee moet je water koken. En daar gebruik je dan methaan voor, aardgas. En dat wordt dan weer CO2. En dan ben je weer bang voor die CO2-belasting. <laughs> zou ik niet, gewoon. Ik zou niet bang zijn voor CO2. Maar maak me lekker een pakje thee. Ja, kom op. Hè. Deze beschouwing gaat lekker over het christendom. En is bedoeld voor mensen die het christendom al hebben gevonden. En die mensen een hart onder de riem te steken. En bedoeld voor mensen die ja, willen weten waarom het christendom eigenlijk belangrijk is. Want logisch gesproken is het christendom belangrijk. Misschien ga ik het ook wel zo noemen... de, de belangrijkheid van het christendom. Zo. Zoiets. Ik heb hier de hele dag over nagedacht. Want vanmorgen toen ik wakker werd... toen zag ik tot mijn groot plezier... een hele leuke reactie op een beschouwing van mij. Heel ja, positief... En die jongen, die heeft ook bij de Pinkstergemeente gezeten, via zijn ouders. En toen is hij daarbij weggegaan. En toen hij 19 was, toen heeft hij het geloof weer teruggevonden, zelf. En toen heeft hij van alles meegemaakt. En nu is hij weer... Of alweer, moet ik misschien niet zeggen. Hij is nu 34 of zo. Veel omzwervingen gemaakt. En volop bezig met het geloof. Zo. Het zegt hem weer wat. Erg leuk. Leuk vent. Hoe die overkomt dan hè. En hij vond het dus ook tof om een christen te horen die vertelt wat hij ook zei: van ja, je hebt het niet alleen over het christendom, maar je vertelt ook dingen eromheen. Dat is ook precies hoe het hoort, naar mijn mening. Kijk, de dingen die gebeuren in het dagelijkse leven. Die zijn allemaal niet toevallig. Zelfs de, de kleine dingen, die zijn heel belangrijk. Die hebben net zoveel betekenis als, zeg eens wat, nou iets voor de langere termijn of zo. ...waarheden als koeien. Vond ik ook leuk, ik heb met, uh, met Jurk heb ik heel veel bijbellezingen gedaan. En Jurk en ik hebben uh, de, de beste van ons, vind ik, waarin we nauwelijks opschieten. Dan beginnen we met Genesis, weet ik veel, we zijn bezig met Genesis, onder andere. Nou, dit, dat is degene waar we nu aan werken. Het wordt nog een heel kwaai om dat af te krijgen. En dan de leukste uitzendingen met Jurk. dat we hooguit zes versen opschieten. En daar zijn we dan een uur mee bezig. Want we lezen één vers en dat doet Jurk dan denken aan iets wat hem overkomen is. of wat hij net gisteren heeft meegemaakt. Of zeg het maar, hè? of wat hij volgende week gaat doen. En dan reageer ik daar weer op. En. Ja, en dan uiteindelijk. Ja, kom, dan pakken we weer het volgende vers. Maar het schiet dus niet op. Omdat het zoveel. associaties oproept. met dingen die echt in je leven gebeuren. En daar gaat het toch om. Kijk, je leven hier op aarde. Dit is echt heel beschouwend, hè? Goed oplet, hoor. Ook al ben je geen bijbelgelovende christen, dat doet er echt helemaal niet toe. Hey, punt 1, je hebt respect te hebben voor andere mensen. Ja? En hey, goed begrepen? <laughs> Anders kom ik bij langs. <laughs> Kijk, je dient respect te hebben voor andere mensen, zonder meer. Ja? Ik werk momenteel in de gehandicaptenzorg. En you believe me. Dat je mij niet, nooit, never. Zal betrappen. op disrespect. tegen de mensen. waarvoor daar gezorgd wordt. Punt. Ik kan alleen maar. als ik aan die mensen denk. kan ik alleen maar met heel veel liefde. zelfs tot en met. Uh, bijna tranen in mijn ogen. aan die mensen denken. En er zitten erbij. Die stellen geen reet voor. Echt niet. Die hebben nog geen dag van hun leven gewerkt. Het, het woord kennen ze niet eens. Dus ze stellen maatschappelijk gesproken in deze maatschappij niks voor. Maar niet in mijn ogen. In mijn ogen zijn het mensen. En dat doe ik niet omdat ik dan zo heel geweldig over wil komen op jullie of zo. Nee, dat doe ik omdat als ik dat niet zou hebben, dan was ik niks in de ogen van mijn Heer. En dat is de aller aller allerlaatste op wiens misprijzen ik zit te wachten. Want dat is het einde van mijn ziel. En voor de mens die niet in God gelooft. Ja, die heeft altijd nog. als laatste kapstok het humanisme. Een geloof zonder grond. Maar dat heeft dan ieder geval nog iets te maken. met dat je jezelf nog het predicaat kan geven. van. Uh, goedgekeurd. Uh, netjes of zo. Dus je dient respect te hebben. Ook. Voor iemand die een bijbelgelovende christen is. Want ik probeer je niet te bekeren, bijvoorbeeld. Geen haar op mijn hoofd die daaraan zou willen beginnen. Ik denk niet dat ik daar nu aan toe kom om uit te leggen waarom niet. Maar ik ben een evangeliseerder en dat is het. En dat bedoel ik dan letterlijk. Ik geef de blijde boodschap door. Maar niet met het doel om jou. Uh, uh, nee. Want aan schijn christenen die uh, be, uh, ja, zeggen dat ze christen zijn. Uh, stel je voor, uh, je wordt christen omdat ik het gezegd heb. Ja, hou maar op. Dat heb ik, dus, daar heeft niemand wat aan. Daar heb jij niks aan. Daar heeft je moeder niks aan. Ik heb er niks aan. En Jezus heeft er niks aan. Zoals Jurk zegt, je kan als mens God niet vinden. Het moet andersom zijn, jij moet gevonden worden door God. En wanneer ben je gevonden door God? Nou, geloof me maar, dat weet jij op het moment dat jij gevonden wordt. En wij spreken dan ook van een wedergeboorte. Het is net alsof je opnieuw geboren wordt. Ik bedenk me nu in een van je zou een, een computer game kunnen maken. Waarin je begint en dan denk je het helemaal door te hebben. En ja, je moet dit doen en de plot is zus en wat en, en dan op een bepaald level. dan ontdek je. dat de game die je toen toe dacht te spelen. die zat heel anders in elkaar. En die punten die jij gescoord hebt. Al die credits die je opgebouwd hebt. Het merendeel daarvan is waardeloos. En die paar credits. die waren genoeg. om door te gaan naar de echte game. Snap je wat ik bedoel? En zo is het met jouw christendom. Met je christens zijn ook. Het is, er is zo'n. Ik maak even een sprongetje. Er is zo'n debat over. Moet een mens gedoopt worden? Jezus Christus is gedoopt. En toen hij gedoopt werd. De, 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 de ging er een, kwam er een duif uit de hemel of zo. Hè? En Johannes de Doper. Die was ook helemaal aangekondigd. Die moest een weg voorbereiden voor de komst van Christus Jezus. En als ik het wel heb, dan was Maria was zwanger van Jezus. Terwijl iemand anders, een andere vrouw, die heette blabla, bla, je kan het opzoeken in Lucas of zo staat dat. En die was zwanger van Johannes de Doper. Anyway, ik ben niet gedoopt, om maar even met de deur in huis te vallen. In de Pinkstergemeente waar ik dan was, daar werden mensen gedoopt. Mijn moeder is gedoopt, daar ben ik bij geweest. En ik niet, omdat ze bij de Pinkstergemeente er strikt in waren dat je pas gedoopt kon worden als je 18 jaar was. En voordat ik 18 werd. Ja, toen ik 15 was of zo. Toen zijn mijn ouders gekapt met het hele Pinkster gebeuren. En ik ging daar nog steeds heel braaf en trouw naartoe. Tot wel twee keer in de week aan toe. Dus op zondag naar de, naar de, dienst voor de kinderdienst. Daar was ik begeleider. En ik speelde gitaar. En door de weeks op een dinsdag, als ik me goed herinner, ergens in de straat of zo. Wat was dat? Op Lijnbaansgracht of zo. Een of andere koffietent. Die was s'avonds dicht. En overdag was ik ooit de koffie drinken en een broodje eten. En dan s'avonds dat dan, werd dat verhuurd. En daar kregen we bijbelles. Dat was voor mensen van mijn leeftijd. En toen ik 16 was en 17 zou worden, precies op die overgang. Toen zijn mijn ouders verhuisd naar Groningen. En ik heb dus nooit de doopgerechtigde leeftijd bereikt. In het dogma van de Pinkstergemeente. Dus vandaar dat ik nooit gedapt ben. Hmm. En daar zit ook een punt. Want je moet. Ja, want zo'n doop is alleen maar een ritueel. En hoe weet je nou of je echt christen wil zijn? En daarvoor moet je, moet je, dat is een beslissing die moet je nemen bij je volle verstand. Hè? Dus over de doop kan je discussiëren wat mij betreft. Ik ben, ik ben er niet zo positief over hoor. Maar er is één ding waar ik het helemaal niet mee eens ben. En dat is het dopen van kinderen. Ik vind dat belachelijk. Ik vind eigenlijk dat je dat moet verbieden. Ja, dat, dat kan natuurlijk niet. Want dan zou de staat het moeten verbieden en daar ben ik ook niet voor. Maar een kerk waar ze kinderen dopen. Pff. Ja, op zijn minst moet je dat aan de orde stellen, zou ik zeggen. Ik zou het niet doen. Kijk, voor mij is het duidelijk dat ik een bijbelgelovende christen ben, omdat ik mezelf het beste ken van iedereen op deze aarde. En ik mag. Recht van spreken hebben als ik zeg dat ik een bijbelgelovende christen ben. Maar hoef ik dat. Uh, moet ik dat bevestigd hebben met een plens water... op mijn hoofd? Of kopje onder te gaan zoals de Pinkstergemeente mensen dat doen? Nou, liever niet eigenlijk. Ik heb geen zin in een nat pak. En ik wil ook eigenlijk niet beoordeeld worden door andere mensen op het wel of niet christen zijn op basis van een ritueel. Ik heb liever dat ik beoordeeld word op mijn gedrag. Ik heb liever dat als iemand gevraagd wordt van is Perry een christen? Dat mensen dan zeggen, van nou, hij zegt van wel. En dan spreek je de waarheid. Ik heb dus eigenlijk liever niet dat iemand van mij zegt. Nou, dat is een christen hoor, dit is een christen. Eigenlijk liever niet. Het dat... interesseert me niet. Maarten Luther heeft zo mooi gezegd in het Latijn: Sola Scriptura, sola Fide, en sola Christos. Of Christo, of Christi. En dat betekent alleen door de Schrift, alleen door het geloof en alleen door Christus. En dat was een, een kritiek. Dat zou je niet zo eentje die zeggen, maar het was een kritiek op het dogma van de katholieke kerk die het had over werken, in de zin van dat je iets afgerond hebt, dat je prestaties. De die katholieke kerk, die universele kerk. Die hele rare jongens, die Babylon-jongens. En meisjes. Die zeiden van: Nou, als je maar goede dingen doet. dan komt het allemaal wel goed. En zij waren dan de beoordeler of jij goede dingen had gedaan. Dus dan is er op aarde een rechter. een instantie die rechts spreekt. Een rechtbank. En die zegt: "Nou, nou nee, nee, Perry heeft het wel uh, goed gedaan. Ja, die uh, klop, die mag door naar de hemel." Maar zo werkt het niet. Er is niet hier op aarde iemand die bepaalt of ik wel of niet deug. Ik ook niet. Dus ik kan ook niet van mezelf zeggen dat ik deug. Ja, als ik dan zeg dat ik een Bijbelgelovende Christen ben, dan kan ik alleen maar zeggen dat wil ik graag zijn. Ik wil het waard zijn om dat te mogen zijn. Om... Ik wil het waard zijn om dat predicaat te mogen dragen. Maar niet in de ogen van mijn medemens. Waarom? Interesseert mij helemaal niks. Ik bedoel in de ogen van Christus. Er staat ook ergens in het Nieuwe Testament dat Christus Jezus zegt. Uh, bekleed. Uh, ja, wees de meest nederige. Dat zegt hij ergens. Christus houdt niet van mensen die zichzelf op de borst kloppen en zeggen: dit en dat is nou nu, gedaan en zo. Dat is dan ook met het werk wat ik doe. En voor die gehandicapte mensen. Mensen met een beperking, moet je zeggen. Dat geeft mij. veel voldoening. En de voldoening is dat ik als ik klaar ben met werken, dan ben ik moe en ik krijg, nou ik krijg niet weinig geld, maar ik, ik krijg, ja. en, en ze staan niet te applaudisseren van Oh, je bent geweldig of zo. Het is een heel nederig baantje. Ik, ik heb op mijn werk ook niks te vertellen. Ik ben de laagste in rang. Dus ik, toen was ik helaas weer, dat ik ook ergens binnenkwam. En, en dan was daar een, een jongere iemand. Ja dat, ja, dat is niet zo gek, want ik ben 60. Maar, en die was dan ergens in de 20 of zo. En dan ging het erop wat ik moest doen. En dan zei ik tegen haar: ja, Bottom line uh, komt het erop neer dat ik moet doen. wat jij het belangrijkste vindt dat ik doe. Dus ik wil wel de officiële lijst afwerken. maar als jij iets hebt wat je belangrijk vindt, dan moet je dat zeggen. Want ik ben er voor jou. Ik ben jouw ondersteuner. Ik, ik ben je. Uh, nou, slaaf wil ik niet zeggen, maar ik, ik ben je ondergeschikte. En dat vind ik helemaal niet erg om in die rol te zitten. Sterker nog, ik vind het een lekker gevoel. En dat is niet omdat ik een of andere masochist ben. Nee, dat is omdat het een positie is waarvanuit ik uh, fijn kan opereren zonder negatieve gevoelens. En dat ik mijn omgeving recht in de ogen kan kijken en kan zeggen: ja, ik heb gisteren heb ik dat en dat en dat en dat en dat gedaan. En daar hoef ik me niet voor te schamen. Ik heb ook meegemaakt dat een klant. Uh, die had een behoorlijke lening gekregen van de bank. en die klant was vervolgens besodemieterd bij een zakelijke transactie. En. Uh, ja, op papier, het ging allemaal om papier natuurlijk, maar op papier waren er ja, toch wel honderdduizenden euro's kwijt. En die klant kon er niks aan doen, hoor. Die was besodemieterd door een externe relatie. En die zei dus tegen mij, ja, dat, moet, dat, dat geld moet terug. Nou, op papier dan, hè? Want als de bank zou merken dat dat geld op papier verdwenen was. Ja, dan zou die bank zo, uh, moeilijk gaan doen over het krediet. En dat moesten we niet hebben. Nou, toen heb ik fraude gepleegd. Heel creatief. En ik zei nog tegen mijn klant: van ja, ik wil het wel voor je doen, maar. Ja, als de bank erachter komt, jongen. dan. Ja, 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 ik kan aangeklaagd worden natuurlijk, maar dat is nog niet eens mijn grootste zorg. Ik zei: maar, Jij bent de lul. Want dan kan de bank die kan een rechtszaak tegen jou aangespannen. Waarop die klant heel fijntjes tegen mij zei: Van ja, jongen, maar dat is niet mijn probleem. Uh, hè? Want als ik een rechtszaak aan mijn broek krijg, dan ga ik failliet. En dan ben jij je grootste klant kwijt. Dus het lijkt me toch meer jouw probleem dat ik niet failliet ga. Of wel? Nou dan, ga je weg, vlerk ik zei oké, okay. ja, het was een heel aardige vent wel hoor, maar hij maakte me wel duidelijk van, jongen, jij gaat frauderen en dat de bank er niet achter mag komen, ja dat lijkt me nog onduidelijk. Dus toen heb ik eventjes ettelijke honderdduizenden euro's uit een grote hoge hoed getoverd. Kijk, dat heb ik ook gedaan. Nou, ben ik daar trots op? Nee dat was de wet overtreden. En gezien de omstandigheden ofzo. En inmiddels is het denk ik wel verjaard, dus ik kan dat nou wel zeggen. <laughs> en de bank heeft inmiddels dat krediet dat is allemaal goed, opge... is allemaal goed opgelost. Het is allemaal niks aan de hand. Maar ik heb wel gefraudeerd en met het werk wat ik nu doe, oh, is daar geen sprake van. Ik doe mijn werk. En ik doe er niemand kwaad mee. En ik wil een bijbelgelovende christen zijn in de ogen van mijn Heer. Kijk, je leven hier op aarde... Natuurlijk is het lekker om... Uh, weet ik veel, noem eens wat. Je had zo'n snackbar in Den Haag. En die zat ergens... Als je zo de A12 Den Haag binnenkomt... heb je van die... die uh, hoe moet je dat? Van die, van die viaducten of zo eroverheen. En dan heb je een van die viaducten zonder snackbar. En die hadden een goede pindasaus, jongen. En dan waren we wel eens in Den Haag voor een of andere klus en dan gingen we daar langs hè, even patat halen met die pindasaus. Oh man, lekker joh. En zo werd ik nogal meer plekjes waar, we, waar je heerlijk kan eten. En ik heb ook echt ontzettend lekker gegeten in mijn leven. En ik heb ook in mijn leven toch wel uh, seks gehad, waarvan ik denk van, nou, dat was lekkere seks. Niet veel, maar het is wel gebeurd. Hè. Nou, het was wel lekker. Je hebt wel je materiële, vleeselijke bevredigingen. Die heb ik wel meegemaakt. En als je naar mij vraagt: was dat vervelend? Want dan zeg ik: nee, helemaal niet. Het was wel lekker. En ja, als je dan je lekkere eten op hebt, dan heb je je lekkere eten op. En een dag later denk je, nou dat was gisteravond heel lekker, ik wil vanavond weer lekker eten. Alles wat je qua vleeselijke lusten meemaakt, dat smaakt alleen maar naar meer. Anders gezegd, als je op een dag, dat heb ik ook wel eens meegemaakt, dan kijk je in je portemonnee en dan denk je, shit, dan nog maar twee gulden of zo. In de tijd van die guldens heb ik dat een keer meegemaakt. En ik had een honger, man. En ik had maar twee gulden. En ik zat hier in Arnhem en hier in Arnhem had ik helemaal geen vrienden. Dus ik had echt alleen maar twee gulden. <laughs> ja, en dan kan je op dat moment wel gaan denken aan al die keren... dat je ongelooflijk lekker hebt gegeten in dat Chinese restaurant... toen je moeder erbij was... Maar ja, die herinnering, daar krijg je geen volle buik van, hè? Nee. Het is die betreffende avond goed afgelopen, hoor. Want in de supermarkt, die supermarkt die bestaat nog steeds, die locatie, die is er vlak bij mij en om de hoek. Maar we leven nu heel wat jaren verder. Dat is toch wel, jeetje, wel eerder dan dertig jaar later zit ik echt op steenworp op afstand van die supermarkt. Die is wel van eigenaar veranderd of van business of zo. En daar kon je dan een fles rode wijn kopen. van meer dan een liter, volgens mij. voor één gulden 85. Ja, het was of dat. of een patat oorlog van 1,90. Nou, die keuze was snel gemaakt. Dan maar een fles wijn. Ja. Ja, ons ben zinnig. Dus die dag maar niet gegeten. Ik wil maar zeggen: het vleeselijke leven. En dat merk je vooral als je dan wat ouder wordt. De, uh, ja, het stelt niet zoveel voor. Nee, ik ben op vakantie geweest. Naar Turkije. En dan denk je, ja, dat is wel leuk. Ja, het, was, het was ook wel leuk. Ja, en dan ben je weer thuis. En dan denk je, ik ben blij dat ik thuis ben. Ik ben op vakantie geweest naar Hongarije. Ja, dat was wel leuk. Ik ben in Tunesië geweest. Ja, dat was wel leuk. Ja, al die vakanties, ja, ze waren wel leuk, echt wel. En dan ben ik altijd weer blij dat ik weer thuis ben. En als je mij nou vraagt, zou jij dit jaar op vakantie willen naar Turkije? Dan zeg ik, nee. nee. maar waarom niet? Nou, daar ben ik al geweest. Ja, maar dan gaan we nou naar uh, Antalya. En daar ben je nog niet geweest. Dan denk ik, ja man. Uh, nee, gewoon geen zin in, want ik ben er al geweest. Ja, maar dan gaan we naar Oost-Turkije. Dan gaan we een rondrit maken op een ezel. En, en dan zeg ik al helemaal, nee. <laughs> Of Griekenland. Nee, man. Ik ben er allemaal geweest. Italië wil ik ook niet zien. Ik vind het wel best. Dus je. je? Je, je genot. Ja, ja, niet in reisjes of. Nou, helemaal, helemaal niks. En komt dat nou omdat ik een saaie Piet ben? Nee, ik denk het eigenlijk niet. Ik, ik denk dat iedereen die één keer op mijn leeftijd aanbelandt, nog steeds denkt: van, Oh, ik wil daar naartoe en Oh, dat moet ik meemaken. Ja, dan, dan heb je toch ergens niet goed opgelet. Kijk, als je jong bent, dan. Hmm. Ja, dan kan ik me er van alles bij voorstellen. Nou, dat ik ook toen ik jong was. Dan wil je naar plekken toe. Maar dan ben je wat ouder en dan ben je er echt geweest. Dan heb je het gehad, dat is het eigenlijk. O, een vriend van mij. Die. die kan ontzettend goed koken. En die kookte dan. Uh, ook voor zichzelf. En voor zijn vrouw, hij is overleden dit jaar, vervelend. En iets van acht jaar geleden of zo, toen zei hij tegen mij, dat was hij dan, begin vijftig of zo. Toen zei hij van, het interesseert me niet meer. Ik eet tegenwoordig uh, uh, gewoon gebakken aardappeltjes met een specieboontje en een slaafink. En dat vind ik eigenlijk wel best. Of ik eet gewoon uh, pasta met uh, een beetje kaassaus en uh, champignons, dat uh, nou, vind ik wel best. Maar al die exquise dingen die hij altijd maakte voor zichzelf en zijn vrouw, dat deed hij niet meer. Hij zei, ja, ik heb alles al... En hij hield heel erg van de Aziatische keuken. Vooral de Indiaanse keuken en de Thaise keuken. Oh, meer. Maar op een dag uh, zei het hem niks meer. Ze dus zei: Ja, ik heb het allemaal wel geproefd. En ik weet wel hoe alles smaakt. En... Ja, snap je? En dat is je leven met je vleeselijke lusten. is. Dus... Niet schandalig. Maar het heeft niet zoveel inhoud. En dat ontdek je als je wat ouder wordt. En ik kan me voorstellen dat er mensen zijn van 30, of misschien al mensen zelfs van in de 20, die het dan al hebben hoor. Die dan al snappen van, oh jee, laat me zitten. Dat ga ik toch uiteindelijk nooit inter echt interessant vinden. Zou dat, ja, dat is, dan zou ik wel trots zijn op mezelf als je dat op jonge leeftijd al uh, beziet. En dat de waarde van jouw leven. Want het leven heeft waarde, het leven heeft zin. Maar het is niet in leuke dingen doen, bootreisjes naar Turijn of zo. Busreizen naar Monaco. Nee. En voor jou als christen... is jouw leven... dat je... de heren... heren dient. Dat je dat... dat je dat dienstverband... zoekt... En Boeddha heeft gezegd uh, dat je je niet moet hechten. En seculier, dat betekent werelds, gesproken, kan je zeggen, mag je zeggen, moet je zeggen, dat het christendom een westerse, logisch onderbouwde versie is van het boeddhisme. Of dat het net als het boeddhisme is, alleen meer onderbouwd, meer logica, meer diepgang, zoals alles in het westen veel meer taalkundig onderbouwd is dan in het oosten. Nu mag je me gaan aanklagen voor politiek incorrecte opmerkingen, maar dit kan ik onderbouwen. Dit kan je zelf onderbouwen. Dat wat wij noemen de verlichting, dat heeft niet plaatsgevonden in Taiwan. Dat is met mijn dochter. Die, 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 mijn dochter is zo heel erg politiek correct geïndoctrineerd of zo. Nou, Daar zei ik ook tegen van: ja, kijk naar, kijk naar het Chinese schrift. dat zijn pictogrammen. een beeldschrift. Daar ga je niet blij van worden. Je kan tot, zonder dat beledigend bedoel, maar je, je kan het bijna achtergebleven noemen. Het is achtergeluk. Ons schrift dat, dat heeft alles te maken met het Alef bet Het is Hebreeuws. Een beperkt aantal letters. Nou, we hebben dan wel klinkers. Dus Grieks lijkt heel veel op Hebreeuws, by the way. Maar het Grieks heeft dan wel echt klinkers. Maar alles in het Westen is veel doorvrochter. Doven wij onszelf niet voor op de borst te slaan of zo. Dat is een, denk ik een natuurlijk proces. Begrijp dat maar goed. Want uh, nogmaals, uh, Luther heeft gelijk als hij zegt: Sola fide, sola scriptus. Dat is alleen door het geloof, alleen door de schrift, alleen door Christus. En niet door jezelf zo geweldig te vinden. Maar het christendom is qua dogma. Um, of ja, je moet andersom zeggen. Het boeddhisme is qua dogma een deelverzameling van het dogma van het christendom. Zo moet je zeggen. Een deelverzameling, dat is in, in de wiskunde is dat een begrip. Heb je hebt een hele grote cirkel en heb je daarbinnen een klein cirkeltje. Want er zijn geen dogma's binnen het Boeddhisme die niet vallen binnen het christendom hoor. Er zit echt niks nieuws in. Geldt ook voor het Confucianisme, by the way. In het Nieuwe Testament staat de spreuk van doe tegen anderen zoals jij wilt dat anderen doen tegen jou. Het Nieuwe Testament. En Confucius heeft gezegd: 600 jaar voor onze jaartelling. Hij heeft gezegd. Wat gij niet wilt dat U geschiet, doe dat ook een ander niet. Dat is hetzelfde. Dus alleen wat anders verwoord, en ik vind de verwoording van het Nieuwe Testament vind ik beter. Omdat die positief is, hè? omdat uh, Confucius zegt: wat gij niet wil dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. Er zitten twee ontkenningen in. En in het Nieuwe Testament staat, doe tegen anderen zoals jij wilt dat anderen doen tegen jou. En dat is alleen maar positief zonder negaties erin. Dus taalkundig wat reiner. Ja, zo kan je nog wel even doorgaan. Dat heeft, te maken, dat heeft allemaal te maken met de... Dat het christendom, dat is ontstaan in Jeruzalem. En het is als een lopend vuur uitgebreid naar het westen. Niet naar het oosten. <laughs> ja, snap je? Het is begonnen in Jeruzalem. En van daaruit naar het westen. Zowel richting Afrika. Naar het zuidwesten, gezien vanuit Jeruzalem. Als naar het noordwesten, gezien vanuit Jeruzalem. Maar het is naar het Westen. Verspreid. Dat is het christendom. En het Westen. Dat is de. Dus de, 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 de occidentale mens. En de Orientale mens is de Oosterse mens. En de Occidentale mens is de Westerse mens. Het is een andere mens. En het christendom. Is het geloof van de occidentale mens? Je kan ook zeggen, het is de. Want het geloof. Dat, als je het vanuit de logica benadert, dan is geloof niet het belangrijkste vanuit de logica. Maar vanuit de logica is het het belangrijkste dat je beseft dat er een wil is, een buitenmaterieel iets... wat aanstuurt alles wat er is, wat alles geschapen heeft. Dat alles gecreëerd heeft. Hè? En dat is de filosofie van Kant en Schopenhauer... en later Nietzsche en zelfs Heidegger, kan je erbij nemen... En de Nederlander, Gerard Heijmans. En die mensen. Die vijf die ik er noemde. Dat is hele zware kost. Dat is geen geintje. Dat is, dat is echt geen. Dat is, dat is op de grens van niet leuk. Dat kunnen maar weinig mensen. Door En vandaar is dat geen. hoe noemen we dat? Ja, geen oplossing voor. De, de, voor het gros van de mensen. Ik begrijp wat Kant bedoelt. En dat niet om op te scheppen, maar, maar het zou je kunnen interpreteren als opschepperij. Want er zijn niet zoveel mensen die begrijpen wat Kant bedoelt: Immanuel Kant, die het weten heeft opgeheven om ruimte te maken voor het geloof. Kant heeft het weten opgeheven. En ik weet hoe Kant dat gedaan heeft. Ik weet dat dat klopt. En ik snap ook dat in die 240 jaar dat we nu verder zijn, dat er geen mens is geweest die ook maar een Jota heeft kunnen weerleggen van het verhaal van Kant. Kant heeft voor eeuwig het weten begrensd en ruimte gemaakt voor het geloof. En ik heb. Trouwens mijn publiek nog belooft, dat ik op een dag ga uitleggen hoe het bewijs van Kant in elkaar zit. Dat ik denk dat ik het eenvoudig uit kan leggen. Maar die dag die komt, moet nog komen. Dat ik, dat ik daar goed voor ga zitten. Of misschien dat ik het een keer doe midden in de nacht. Misschien dan wel. En de gewone mens die die <laughs> dat is niet, um, kijk niet iedereen gaat zich verdiepen in taal. Dat, dat is belachelijk. En ik ben dan iemand, ik ben heel erg taalgespecialiseerd en ik ben helemaal van woorden, van zinnen, van semantiek en syntaxis en... Uh, er zijn veel volledige formele systemen, onvolledige, volle... Nou, noem het maar op. Ja, ik vind dat leuk, maar niet iedereen vindt dat leuk. En toch moet iedereen niet gebukt gaan onder die dominantie van de wetenschap. Iedereen moet bevrijd worden van die wetenschap. Van die wetenschap die alsmaar loopt te brullen van... je moet je vaccineren, want anders ga je dood. Of zo. Huh? Iedereen gaat in zekere zin gebukt onder die overheersing... van al die mensen die allemaal zeggen van... ja, die, die heb je, jij hebt uh, ADHD-dinges... Uh, 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 dan moet je die in die pillen slikken. Dan zeg het maar. Iedereen gaat eronder gebeukt. En je moet je daarvan zien te bevrijden. En wat ik zie als de manier om je daarvan te bevrijden is om de Bijbel te accepteren als zijnde het woord van God. En waarom niet? Hey, ik heb een uitzending gehouden over uh, dat is ergens in het boek Openbaring, hoofdstuk 13 of zo. Waarin gesproken wordt over het getal van het beest: 666. Dat is nieuwsuitzending 666. En dat is geen toeval, want nieuwsuitzending 666 heb ik gewijd aan die tekst in Openbaring. Openbaring is het laatste boek van het Nieuwe Testament. En uitgelegd hoe bijzonder het is dat Johannes daarmee kwam. Want Johannes heeft dat geschreven, het boek Openbaring. En wat hij daarop geschreven heeft, is al te. Toevallig. Zo zit de Bijbel in elkaar. Ja. En daar eindigt het niet mee. De Bijbel zit op heel veel plekken heel bijzonder in elkaar. Er is zo'n man die staat op internet. En die, die heet Jon Kostik. En die bespreekt de Bijbel vanuit het Hebreeuws in het Engels, doet hij dat dan. En die houdt of die gaat dan uitleggen dat er dus dat woorden in de Bijbel met hun Hebreeuwse betekenis een heel ander verhaal kunnen vertellen. Omdat letters in het Hebreeuws, en dat is de taal van het Oude Testament, dat is ook de taal die Jezus, onze Heer, dagelijks sprak. Want het Nieuwe Testament staat in het Grieks, het is in het Grieks opgeschreven. Want dat was hip. Om het maar even populair te zeggen. Maar Jezus sprak Hebraeus. Natuurlijk. Hetzelfde zou zijn dat uh, als ik dan uh, zou. Weet je, als ik dan Jezus was. Hè, dan, dan zou ik tegen jullie spreken in het Nederlands. En, uh, en als het dan. Uh, na mijn dood of zo zou alles wat ik gezegd heb opgepikt worden of zo, dan zouden mensen dat willen vermenigvuldigen, dan zouden ze dat niet in het Nederlands gaan opschrijven. Dan zouden ze dat in het Engels opschrijven. Ja. En precies zo hebben ze het woord van Christus in het Grieks opgeschreven. Maar hij sprak in het Hebreeuws. John Kostik en ook andere mensen zijn ook bezig om ja, te achterhalen wat Jezus nou in het Hebreeuws gezegd heeft. <laughs> Want daar zitten er ook weer dingetjes in. En in het Hebreeuws heeft iedere letter een betekenis. Het de letter op zich. Dat is een bereshit. Dat is het eerste woord van de Bijbel. Die letters die betekenen. Zoon, god, destructie. Wat is dat ook weer? Beres, ik, ik heb het hier staan. Ik weet niet alles uit mijn hoofd. Ik heb zo'n fijn uh, schriftje van de Hema. Daar staat het allemaal in. Ik moet vandaag weer even. Naar Duolingo. Dan moet ik even doen. Nee, ja, hier staat het, ja. Bereshit. Zoon. God. Destructie. Hand. Kruis. Eerste woord. Van het Oude Testament. De paus heeft gezegd, ergens in de jaren tachtig, dat moet Johannes Paulus de zijn geweest. Die heeft gezegd dat hij dan vindt dat bij nader inzien in het Oude Testament geen konde wordt gedaan van de komst van de Messias. En dat is de leider van de. Ja, je wil bijna vies woord gebruiken. Van die club, hè? Dat noemt zich dan christelijk, hè? En de paus zegt: Oh, nee, kijk, uh, je moet ook een beetje aardig doen naar de Joden toe. En uh, ik wil de Joden er ook graag bij hebben. En de Joden die accepteren de Messias niet. En uh, nou, dan vind ik wel dat we een beetje water bij de wijn moeten doen. En dat uh, ook moeten zeggen: dat volgens het officiële katholieke universele dogma. niet in het Oude Testament ook maar op een moment konden worden gedaan. van uh, de Messias in de vorm van Christus Jezus. En dat gedoe met de kruisingring, dat heeft, uh, nou, dat is allemaal, uh, nee, nou, dus uh, moet je scheiden van elkaar. <laughs> of weet ik van wat. Nee, maar er staat wel als eerste woord in Genesis 1, vers 1, bereshit: Zoon, God, destructie, hand, kruis. Nou, en, en wie hing er ook alweer aan een kruis te bengelen? Tot ons ja. grote verdriet. Ja, dat was Jezus natuurlijk omdat meneer de Pauw zegt dat er dus geen konden wordt gedaan van de komst van Jezus in het Oude Testament. Ja, dan is hij het eerste woord van het Oude Testament even vergeten. Of hij kent geen Hebraeus. Of het interesseert hem helemaal niks, omdat hij bezig is met een politieke agenda. En dan Greta Thunberg omhoog te halen. Want de, oh, 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 oh. daar jou. Ja, ja. Nou, zo zal het wel in elkaar zitten, denk ik. Of niet? <laughs> Eikel voor de vent. Kardinaal, Gorga, Bergoglio. Maar dat is niet ons probleem. Nee, wij zijn christenen en wij hebben andere dingen om ons druk over te maken. Namelijk ons eigen leven. En wij oordelen niet om niet veroordeeld te worden. Wij vergeven onze schuldenaren gelijk wij vergeven willen worden door de heeren heren. heren. Dus wij vergeven alles. Wij vergeven ook als mensen helemaal geen berouw tonen, bijvoorbeeld. Neem de moeder van mijn kind. De dag gaat niet komen dat zij sorry gaat zeggen. Dat was echt heel apart. Dat was, dat was, ons kind was vijf of zo. Toen kwam ze met zo'n heel serieus gezicht naar mij. Het kind lag net in bed en ik had de afwas geregeld en de keuken even schoon. En, uh, en toen zei ze tegen mij: van, Nou, uh, wat was er nou gebeurd? Ja, de vrijdag daarvoor, was ze dus, die vrijdagnacht, was ze niet thuisgekomen. kwam ze pas morgens vroeg, kwam ze aankakken. Was ze met een of andere gozer het mee naar huis geweest en met die keel naar bed geweest. was ik ernstig van onder de indruk. Ik denk, dit is even lekker leuk als je dat gaat doen... terwijl ons kind vijf of zes is. Kijk, als je helemaal geen kinderen hebt met een ander... Nou, dat had mij geen donder uitgemaakt. Ik had dat dan gehoord en ik had gezegd... oké, okay, nou ja, dat is best. Ik stel voor dat ik even vanavond ga slapen bij je beste vriendin. Hè? Want ik wil je even niet zien, ik ben ontzettend boos op je. Ik had wel iets verzonnen. Nou, was zij die avond gaan slapen bij de vriendin... En dan de volgende dag, als ze terugkwam. dan waren de sloten van de voordeur en van de achterdeur vervangen. En. Uh, moest ze aanbellen. En als ze dan aangebeld had, dan deed ik open. En dan stonden er in de gang allemaal dozen en koffers van haar. Ze zei: Nou, daar staan je spullen. En zeg maar waar je naartoe wil. Ik bel wel een taxi voor je. Maar dat kan je niet doen als je samen een kind hebt. Hé? Nee. Ik was ook wel ernstig van onder de indruk. En toen zei ze tegen mij. Ik zei dus tegen haar: van, dit is niet alleen dat ik dit uh, walgelijk vind. Ik krijg hier dus ook daadwerkelijk uh, ja, pijn van uh, in mijn darmen toestand. Uh, ik vind het, niet, het gedrag niet alleen misselijk maken in overdrachtelijke zin. Ik, vind het, ik, ik word er echt misselijk van. Wat flik je me nou? Want ik kan je niet de deur uit donderen op dit moment, onder deze omstandigheden. En dan ga je dat doen? Gadverdamme. En later zei ze tegen mij. Van, ja, nou. Uh, oh ja, wat ze tegen me zei was. Uh, wat vervelend voor je. Dat was haar reactie. Nou, wat vervelend voor je. En ze draaide zich om en het gesprek was afgelopen. En later zei ze tegen mij. Met een gezicht vol met berouw. Zei ze: Ja. Die opmerking toen van mij. Die was niet echt handig. <laughs> Kijk, zo iemand gaat geen sorry zeggen. No way. Die, niet. Nooit niet. En ik ben boos geweest op die persoon, joh. En nou, niet meer. Ik heb nou haar vergeven. Gewoon, ja. En wat zij gedaan heeft... Uh, naar mij toe... Uh, ja, daar hoeft ze echt geen sorry meer voor te zeggen. Want daarvoor kan ik tegen haar zeggen... Van, ja, meid, het was net zo goed mijn eigen schuld, hoor. Ik had jou veel beter moeten peilen. En ik had niet met jou de koffer in mogen duiken, zo snel al. Dat had ik gewoon niet moeten doen. Dat heb ik wel gedaan. Ja, dat is mijn schuld. <laughs> ja. Dus uh, naar mij toe... Uh, nee, alles is uh, vergeven en vergeten. En wat ze mijn kind heeft aangedaan... Ja, dat is een ander verhaal, natuurlijk. Maar dat heeft ze mij niet aangedaan. Dat heeft het kind aangedaan. En dan kan je zeggen van ja, maar Piri, het is jouw kind en jouw kind is wat aangedaan en dan moet jij je toch de persoon die dat jouw kind heeft aangedaan wel even la la la. Dan zeg ik van nou. Ik was verantwoordelijk voor dat kind. En mijn verantwoordelijkheid die kon ik heel moeilijk uiten. Doordat die moeder dat heel erg bemoeilijkte. Dus heeft het mij moeilijk gemaakt om goed te zorgen voor mijn kind. Maar ondanks dat heb ik het toch nog zo goed mogelijk gedaan. Voor de rest is het mijn kind niet. Het was onder mijn verantwoordelijkheid, maar het is, mijn, het is niet mijn eigendom. Het is een kind van God. Dat is mijn christelijk dogma. En zij heeft een kind van God. Verwaarloosd en mishandeld. En wie zal er dan het meeste recht hebben om pistof te zijn over haar gedrag? Ik of de heren heren? Los van het feit dat in Romeinen 12 vers 19 staat: De wrake is mij. En zit ik dan kniffelend op de achterbank als die wraken komt? Nee, natuurlijk niet. Ik vind het erg. God houdt er niet van dat mensen zondigen. Ik ook niet, dus. Ik vind het verschrikkelijk. Ik wil er niet bij zijn. Als zij de rekening krijgt. Ik hoop dat ik dan op vakantie ben. Ik hoop dat ik ergens anders ben. Ik weet dat dat niet goed afloopt. Maar ik heb haar vergeven. Alles wat ze mij heeft aangedaan en wat ze ons kind heeft aangedaan, wat mij betreft dan, hè? Want na mijn kind kan ik ook zeggen: van nou ja, je moeder heeft dit uitgefroten, dat uitgefroten, zus uitgefroten. Dat had ze allemaal niet mogen doen. Maar ik ben niet meer boos op haar. Want mijn kind gaat momenteel best lekker. Dus wat is dan de klacht eigenlijk nog? Dat mijn kind een beetje ruwe tijd heeft gehad. Ja, ik kan altijd nog zeggen: van ja, door het gedrag van je moeder heb je wel een beetje eelt opgebouwd en je hebt je levenslessen gehad en uh, ja, dat is een beetje een Johan Cruyff idee hè, van, uh, Was er weer elk nadeel heb zijn voordeel. Of zoals Friedrich Nietzsche zei hè, das was mich nicht umbringt, start mich. Maar well, positief blijven zien. Dus ik heb dat loedig vergeven. <laughs> Dat laatste moest er even uit. Maar ze uh, is natuurlijk een silapoot. Natuurlijk is ze een silapoot. Het is een heel erg geval. Maar ik heb haar vergeven. Tja, dat is beter hoor. Want ik kan niet rond blijven lopen met vraaggevoelens uh, en uh, woedegevoelens en, uh, die allemaal niet aan mij toekomen. Dat past niet bij mijn Christen zijn. Huh? Ik heb me genoeg om met druk over te maken. Komende maandag komt mijn dochter eten en uh, morgen moet ik nog boodschapjes doen. Het. En morgenavond sta ik in de keuken en dan gaan we stoofvlees maken voor het lieve kind. Nou, ik hoop dat ik het fijne met jullie heb gehad over het christendom. En de belangrijkheid. En de doorwrochtheid. En er komt nog wel een tweede hoor. En een derde. Er zijn nog heel veel aspecten die ik niet besproken heb. Maar nu, gezien de tijd. En jullie zijn toch al lekker in slaap gevallen. Zeg ik op zijn hamburgers tegen jullie. Tjus. En dag lieverds.